Mannen, weten jullie misschien wie de voetballer Neymar is? Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Rabona TV. Vandaag zijn we in Breda en ga ik de mensen vragen of ze Neymar in 3 woorden kunnen beschrijven. Vergeet zeker niet deze video te liken, duimpjes omhoog en te abonneren. Hey, kan jij misschien Neymar in 3 woorden omschrijven? Wie? Neymar, de voetballer. Neymar, ken je die? Nee. Nee, ken je niet? Ja, ik ken hem niet. Oké. Okay. Ja. En Cristiano Ronaldo? Ik heb wel eens van gehoord. Oké. Okay. Doet hij schaatsen? Hij doet voetballen. Kijk, goed zo. Dankjewel. Ik vind hem een beetje vervelend. Hij valt heel snel. Oké. Het zijn geen 3 woorden. Nog eentje. Arrogant. Arrogant, oké. Ja. Waarom eigenlijk? Waarom hij arrogant is? Ja. Ja, nou, hij komt vaak te laat op de training. Ja? En dan denk ik van Neymar is een van de betere spelers. Je moet het voorbeeld geven. Dus je moet gewoon op tijd zijn op de training. Maar hij denkt, ja, ik kan alles maken. Hij heeft ook wel gelijk in. Hij heeft eigenlijk gewoon een beetje scheid. Ja, hij heeft een beetje scheid. Hij is niet bang eigenlijk. Ja, maar misschien ben ik ook een beetje jaloers, hè? Want hij heeft ook heel veel geld natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar jij ook toch? Nou, dat valt wel tegen eigenlijk. Ja, niet een leuke bijbaan profvoetballer. Nee, helaas niet. Helaas nee, niet. Nee. Weten jullie misschien wie de voetballer Neymar is? Nee, dat weet ik helemaal niet. Ik kijk geen voetbal. Mijn niet kinderen voetbal. Wel. Oké. Okay. Ik ga voetbal, okay. Samen spelen. Oké. Okay. Ook een profvoetballer? Ik kijk helemaal niet. U kijkt niks? Nee. Als mijn kinderen TV kijken beneden, ik ga mijn slaapkamer kijken. Kijk, dan vluchten jullie naar boven. Ja. Okay. Lig ik boven. Ja, mama, kom kijken. Nee, wil ik niet. Mannen, weten jullie misschien wie de voetballer Neymar is? Weet niet. Nee, u zou hem ook niet kunnen omschrijven, want u weet niet wie het is. Nee, het is wel geen verstand van voetbal. Helemaal niet, oké. Okay. Nee. Maar, dus u weet, het is een schaatser of... Niet, nee, dat niet. Oké. Okay. En weet u wel iets over Cristiano Ronaldo dan? Ja, dan een voetballer. Een voetballer, oké. Okay. Ja. En weet u ook of hij veel geld verdient in de voetbal? Denk wel. Denk het wel. Oké, okay, dus ongeveer 1000 euro? Nee, een paar ton denk ik. Paar ton, ja, oké. Okay. Leuk dat jullie allemaal weer hebben gekeken naar een nieuwe video van Rabona TV. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. Duimpjes omhoog en tot de volgende keer.